En Radio Meteo nog steeds live natuurlijk vanuit het dorpscentrum hier van Aarsele Vrienden. En dat allemaal voor boven de wolken, in de wolken, zo u maar wil. Als het maar met wolken te maken heeft natuurlijk vandaag. Alhoewel die regenwolken er van deze voormiddag een klein beetje te veel aan waren. Maar kijk, het is allemaal een beetje uitgeklaard. Het is een beetje droog geworden hier. En het plein hier in Aarsele oogt eigenlijk al bijzonder leuk. Er zijn al wat korfjes, vuurkorfjes aangestoken en dergelijke meer. Dus het wordt hier een leuke, reuze, leuke bedoeling. Waar we ook eventjes een babbeltje willen maken, is met de volgende gast die bij mij zit hier in de live studio van Radio Meteor. En dat is Elke Blanke. Elke, goeie namiddag. Goedemiddag. We kregen deze week een persberichtje binnen en daarin stond dat jij een uniek concept hebt om 9 goede doelen te gaan steunen. Vertel. Ja, inderdaad. Het is zo, met mijn dansschool heb ik jaarlijks om het seizoen af te sluiten een voorstelling. Mm-hmm. Maar ik speelde al heel lang met het idee om een film eigenlijk te maken. Ja. En dat idee is gebaseerd op de film Pay It Forward. Mm-hmm. En die film gaat eigenlijk over een jongetje die van zijn leraar de opdracht krijgt om de wereld een beetje beter te maken. Ja. En die komt met het idee op de proppen om 3 mensen te helpen. En hij wil daar niets voor in de plaats. Het enige wat hij vraagt is dat die 3 mensen ook weer 3 mensen helpen. Mm-hmm. En zo eigenlijk Pay It Forward doen. Ja. Ik vond dat een heel mooi idee. En ik ben daar dit jaar mee aan de slag gegaan. En we gaan met 9 groepen uit de dansschool ook iemand helpen. En daar baseren we dan de choreografie op, die wij in een film gaan laten zien. Een film die dus inderdaad ook de bedoeling heeft om in de bioscoop te geraken, vermoed ik dan maar. Ja, inderdaad. Ja. 9 goede doelen, Elke. Hoe begin je daar in godsnaam aan? Ja, dat is een hele boterham eigenlijk. Ja, het is wel veel. Het is begonnen met 2 projecten die ik eigenlijk zelf onmiddellijk voor ogen had. Ja. En een van de projecten was dus voor Boven de Wolken. Mm-hmm. Een van mijn danseresjes heeft dit jaar haar broertje jammer genoeg verloren. Ja. En ik weet van haar mama dat zij beroep heeft kunnen doen op Boven de Wolken. Mm-hmm. Het lag mij extra nauw aan het hart omdat mijn eigen zoontje dezelfde periode geboren is. En ja, het raakt u sowieso, maar zeker als je zelf ook mama bent uiteraard, natuurlijk. Uiteraard, ja, ja, ja. En ik had haar onmiddellijk gecontacteerd van kijk, ik wil graag iets doen. Zie je hier al zitten om in de film te komen en kort uw verhaal te doen. Mm-hmm. En dan zullen we voor Emma, noemt het danseresje, haar broertje, zullen we dan een dansje maken. Mm-hmm. En dus voor Boven de Wolken zelf hebben we de kerstballen verkocht, die overal te verkrijgen zijn. Ja, want ik zag hier dat je een mooie check mee hebt eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Mogen we daar iets over zeggen? Dat mag zeker. Ja, want ik zie daar toch een niet onaardig bedrag op staan. Ja, ja, inderdaad. Dus ik heb die kerstballen in de dansschool verkocht. Ja. En ja, de mensen zijn daar eigenlijk massaal opgesprongen, mm-hmm. waar ik heel dankbaar voor ben. En wij hebben voor een bedrag van €1.740 kerstballen verkocht. Kerstballen verkocht. Ja, dat zullen dus heel mooie kerstballen worden straks in die kerstboom, denk ik dan maar. Ja. Eigenlijk wel, hè. Ja, oké, dat is 1 goed doel, maar er zijn er natuurlijk nog andere. Ja, inderdaad. Een ander goed doel waarmee ik zelf eigenlijk aan de slag wou gaan, was de mama van iemand die mijn leeftijd had, moet ik ondertussen zeggen. Mm-hmm. Die heeft zelf besloten om uit leven te stappen, die jongen. En zijn mama is iemand die altijd ook in de dansschool actief is om te helpen op de voorstellingen. En ik bewonder haar enorm omdat zij haar verdriet positief omzet. Mm-hmm. En zij is zelf aan de slag gegaan om geld in te zamelen voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. En ik had haar gecontacteerd en ik zei, kijk Doris, ik vind het fantastisch wat je doet. Zullen je dat zien zitten om in de film te komen met jouw verhaal? Dan zullen wij een choreografie ook brengen voor haar zoon Kevin. En gaan wij daar ook geld voor inzamelen voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Dus als ik het goed begrijp, is het de bedoeling van de film dat eigenlijk elk verhaal in de film voorkomt, samen dan ook met de choreografie die jullie maken? Ja, inderdaad. Ja, dat is een beetje de bedoeling uiteindelijk. Ja. Ja. Is het ook niet zo, Elke? Ja, we zitten nu een beetje, laat ons maar zeggen, naar het eind van het jaar opnieuw. Je krijgt de actie Music for Life en dergelijke meer. Mensen staan, denk ik, naar het einde van het jaar ook meer open voor goede doelen, of zie ik dat verkeerd? Het is de eerste keer dat ik nu zo'n groot project doe. Ik heb wel al regelmatig voor de warmste week voor Rode Neuzen ook een actie gedaan. Dat is eigenlijk wel altijd een succes. Maar toch, ik schrik er dit jaar van dat mensen daar toch zo actief aan meedoen. Wat ik
ja, heel blij heel op ben. Misschien vindt, scheelt het wel, die periode. Ik weet het niet. Nee, ja, het zou kunnen dat misschien mensen beter of meer openstaan naar het einde van het jaar toe. Zeker ook met de diverse acties die er komen natuurlijk voor Music for Life. Zeg Elke, zijn die 9 goede doelen allemaal al ingevuld ondertussen of nog niet? Die zijn ingevuld. Er is nog 1 doel waarmee ik nog met... Allee, het is iets, een actie voor een kindje. Waarmee ik nog probeer te onderhandelen met de mama. Maar het is een beetje... Moeilijk, ja, om te communiceren. Dus dat staat nog niet helemaal vast, maar de andere 8 doelen wel. Dus dat wordt allemaal netjes ook in de film gemonteerd, zal je dan maar zeggen. Ja. En wanneer zou die film dan moeten uitkomen, denk je? Ja, die film wordt uitgezonden 17 en 19 mei in Sinistar in Waregem. In Waregem. Ja. Goed, ja. Eventjes naar jou persoonlijk, want jij bent dansleerkracht. Ja. Waar heb je de passie te pakken gekregen voor dat dansen, denk je? Eigenlijk redelijk laat, toen ik een jaar of 14 was. Mm-hmm. Was er in het lokaal fitnesscentrum in Deense, waar mijn dansschool is, een uurtje dansles per week. En daar ben ik gaan les volgen. En ik had onmiddellijk de smaak te pakken en dan ben ik naar een professionele dansschool gegaan. En ja, zo altijd maar... En helpen programma's zoals nu bijvoorbeeld op VTM en dergelijke, helpt dat een beetje om inschrijvingen te krijgen voor jouw dansschool? De periode was So You Think You Can Dance, heb ik dat wel gevoeld. Ah ja, toch ja. Maar kijk, het is nu eigenlijk voor het eerst dat er terug 2 dansprogramma's zijn. Ja. Het heeft een paar jaar stilgelegen wel. Oké, over jouw actie Elke, waar kunnen mensen het allemaal blijven volgen? Is er een Facebookpagina en dergelijke meer? Mijn Facebookpagina van de dansschool, de VID school. Mm-hmm. Daar kan je alles op volgen. Daar post ik regelmatig de acties die we doen. Daar zullen ook filmpjes en zo verschijnen van hetgeen we mee bezig zijn. Dus daar kan je alles een beetje volgen. Mm-hmm. En oké, wij gaan dat natuurlijk delen op onze Facebookpagina van de radio. Zodat iedereen een klein beetje, zal men zeggen, samen kan werken. En inderdaad ook jou kan volgen met die goede doelen. Ik zou zeggen, heel veel succes. Ja, dank u. Overhandig de mooie check maar aan de mensen van boven de wolken. Ik denk dat die helemaal in de wolken zullen zijn met zo'n check. En voor de rest natuurlijk wachten we de film af. Hou ons vooral op de hoogte vooral. Ja, doe ik zeker. Oké, bedankt voor langs te komen. Dank u wel voor de uitnodiging. Dank je wel, alsjeblieft. Dag. Goed, zo zie je maar vrienden in deze tijd van het jaar. Goede doelen. Ik zei het reeds, het is altijd wel een klein beetje beter als we het na het einde van het jaar een beetje kunnen die goede doelen in het licht stellen. En Elke Blanke uit Hot en bij Deins is daar natuurlijk zeg maar een ambassadrice voor. Je krijgt dus het resultaat op film te zien volgend jaar dus in mei, maar we houden je zeer zeker op de hoogte hier via Radio Meteor. Goed, wij gaan terug een beetje muziek maken. Hier is muziek van Script met Arms Open. I can't unfeel your pain.